Hallo lieve stier, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 48, 28 november tot en met 4 december. Het is een algemene reading. Haal er vooral uit wat je nodig hebt. Lieve stier, we gaan eens kijken naar jouw hoofdthema voor deze week. En ik merk dat er best wel veel gaande is. Je bent op dit moment bezig nog met vorige levens. Voor sommigen misschien echt vorige levens, bij anderen misschien dingen uit het verleden. Rode lijnen die naar boven komen. Elementen waarvan je denkt, oh, ga ik het alweer meemaken? Je bent dus eigenlijk nog situaties aan het helen. Maar door die situaties kan het zijn dat je wat meer in je angst schiet. En wat ik eigenlijk tegen je wil zeggen is, hak die knoop door. Want het is het verleden. Het hoeft niet zo te zijn dat het weer hetzelfde gaat aflopen. Stel echt voor jezelf ook duidelijke grenzen tot hier en niet verder. En dan zal je merken dat er wat meer vrijheid komt. Vrijheid in jezelf. Nou, lieve stier, we gaan eens even verder kijken wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de stier deze week verwachten? Ja, je loopt nu gewoon tegen bepaalde zaken aan. Het gevoel misschien dat je niet verder komt en dat je maar vastloopt. Laat vooral verwachtingen los. En dan zal je merken dat je makkelijker vooruit gaat. Het is nu even tijd om voor jezelf te nemen. Dus misschien heb je het gevoel, ik kom maar niet vooruit. Ik zit in een pauze. Maar weet dat als je hier eenmaal doorheen bent, dat er succes is. En dat je je veel beter voelt dan voorheen. Wees je wel ervan bewust dat als je nu voor een keuze komt te staan, dat je soms vanuit de gedachten die je op dit moment hebt, dat je daar een verkeerde keuze mee zou kunnen maken. En dat heeft te maken met als we ons niet prettig voelen en we gaan vanuit daar een keuze maken, is het vaak gebaseerd op ons hoofd en niet vanuit ons hart. Dus let daar extra op en let goed op de details. Ik heb ook het gevoel dat er veel verandering komt omtrent werk en nieuwe plannen. En als je echt even vastloopt, vraag even iemand om hulp. Omdat je zelf waarschijnlijk niet al te lekker in je vel zit. We gaan even kijken naar een boodschap wat ik je nog mag meegeven, lieve stier. Ja, sta maar open voor de verandering. Er komen nieuwe stappen voor je aan. Dus het is belangrijk om hier echt doorheen te gaan. En dan zal je merken dat het daarna echt beter wordt. Lieve stier, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele fijne week toe. Wil je een 1-op-1 reading? Dat kan. Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl. Of op mijn Facebookpagina. Daarnaast kan je 9 december de Bijenwasworkshop volgen. En 28 december is die er voor kinderen. Dus wil je er graag aan meedoen, geef je snel op. En wie weet zie ik je dan. Bedankt voor het kijken.